Hoe vind je het om in de vakjury van het Junior Song Festival te zitten? Ja, wel spannend. En eigenlijk wel een mooi compliment dat ze me hebben gevraagd. Toen je zo oud was, als finalisten dat nu zijn, was je toen ook al bezig met zingen of met muziek of met een soort van beroemd zijn eigenlijk? Of? Nou, beroemd zijn zeker niet, nee. Maar wel, ik was op mijn 8e begonnen met pianolessen. En op mijn 12e ben ik begonnen met gitaarlessen. Dus ik speelde nog niet in band en ik had ook niet... Ik was gewoon een beetje voor de lol en ik had ook niet het idee dat ik goed was of zo. Dus ik had nooit voor mezelf bedacht op die leeftijd al hier op zo'n heel groot podium te gaan staan. Ik denk dat ik toen ook nog niet zo goed was als dat jullie nu zeiden. Zou je vroeger hebben meegedaan aan het Junior Song Festival als het er al was? Ja, nou wat ik zeg. Ik denk misschien had ik dat wel willen doen, maar ik had eigenlijk daar helemaal niet zo over nagedacht. Ik was alleen maar lekker een beetje aan het pielen op mijn gitaar en op mijn piano, maar gewoon thuis bij mijn ouders natuurlijk. En als ik klaar was met studeren of met een beetje vrij spelen, dan ging ik naar buiten en dan ging ik voetballen of knikkeren of met vriendjes spelen. En ik had nooit toen echt al de ambitie om op zo'n groot podium te staan. Dus ik denk het niet, nee. Zou je eigenlijk nu ook mee willen doen aan het Songfestival? Voor de Grote Mens Songfestival? Ja. En vooral afgelopen jaren is met de Common Linnets dan en vorig jaar of dat jaar ervoor Anouk. Ja, die hebben echt wel... Het allebei heel erg goed gedaan. Dus opeens is het Songfestival niet alleen voor de Junior Songfestival, maar ook voor grote mensen. Is opeens echt wel een groot evenement, zeg maar. Dat leeft in Nederland. En nu is het opeens best wel cool om eraan mee te doen. Ik denk, als ze mij zouden vragen, dan willen ze ook graag dat ik meedoe. Nou, dan wil ik daar misschien ook wel over nadenken. Misschien ook wel meedoen, ik weet niet. Geen idee, ze moeten me eerst maar bellen dan. En ja. dan zien we dat wel weer. Wat maakt een liedje nou internationaal sterk voor jou? Een liedje is gewoon een goed liedje. Dat zie je ook in Nederland nu met Mr. Props en Dotan en Caro Emerald. Dat zijn natuurlijk gewoon Nederlandse artiesten. Maar die schrijven wel bepaalde liedjes die ook opeens dan buiten Nederland groot kunnen worden. En ik denk eigenlijk wel dat je in het Engels zou moeten zingen. Want we hebben maar één klein kikkerlandje in de wereld waar ze... Nou, dat is niet helemaal waar. Maar een paar plekjes in de wereld waar ze Nederlands spreken. En de rest is dan maar Engels. Ik denk dat het grootste succes of de kans van slagen is als je een liedje in het Engels zingt. Maar voor het Songfestival maakt het niet zoveel uit, hè? Want dan zingen heel veel andere kandidaten ook gewoon in hun eigen taal. Mm-hmm. En we hebben ook wel eens gezien, ook met het Grote Mensen Songfestival, dat het een of andere artiest in een hele rare taal zingt. Maar dat het zo'n mooi liedje is. Dus je hoeft niet eens naar de tekst te luisteren. Je kan gewoon de melodie volgen. En dan toch, als je iemand uit Noorwegen een liedje hoort zingen, dat je nog steeds denkt... God, een mooi liedje eigenlijk, weet je wel. En dus eigenlijk is muziek universeel. Volgens mij, als het liedje goed is, dan zou het overal wel een hit kunnen worden. En wat verwacht je van de finale? Nou ja, die twee halve finales waren al super spannend en heel goed. Van degenen die door zijn, echt fantastisch. Ik vind het eigenlijk moeilijk om ze dan volgende week in de finale met elkaar te vergelijken. Want daar moet dan uiteindelijk één winnaar uitkomen. En per halve finale gingen er twee door. Dat vond ik al heel moeilijk. Dus ja, dat is spannend. Het ligt best wel dicht bij elkaar. Maar ik verwacht wel een spektakel. En ik kan er maar één de winnaar zijn. Dus ik denk dat het heel erg spannend gaat worden. Of twee. Ja, precies. Ja. Ja, heel spannend denk ik dat het wordt. Ja, nou oké. Okay, ja. Heel erg bedankt. Oké, nou graag gedaan.